ben ik niet geabonneerd op de Jamies. Nee. Maar dat gaat een shitshow zijn. 1 minuut, Kaar. Oh nee, ze hebben een dislike. Grote Holing heeft gezegd, het vetter kwartierke, hartje, hartje. Dan gaan we hartje terugschrijven, hè. Zeg, Jamie. Ja? Ik vind het heel leuk dat je je hebt aangekleed als een Jamie. Ja, wat kan ik zeggen? Ik ben dan ook een flikker. Zo'n woorden, dat is de reden waarom dat wij niet genomineerd zijn voor de Jamies, hè. Wat dat wel geinig is, is dat ze nu al 2 dislikes hebben. De mijne erbij. Malva. Dat is in ons Oostende, naar het schijnt. Zou El Zampe in de stream komen dan? Op El Zampe. Thanks, even. Ik ga het daar doorsturen. De Jamies, dat komt van het filmfestival Oostende, feitelijk, hè. Ja. Weet jij waarom dat dit de Jamies noemt? Geen idee. Het filmfestival Oostende geeft de Enzorg weg. En Enzorg, zijn voornaam was James. Dus Jamies. Ik ben dit niet aan het verzinnen. Ja, ik heb hier nog nooit dingen over zin. Misschien moet ik een keer uw stream op refresh duwen. Is het begonnen? Ja. Dat is gelijk nog aan het sneeuwen in Oostende. Ja, en ik hoor daar niets van. Ja, er is ook geen geluid, hè. Hey Niels. Kom je mee kijken naar de Jamies? Jongens, geef mij nog 10 minuten. Hij krijgt van mij 5. Oké. Okay. Yo, ik vraag me echt af hoe lang dat dit gaat duren. Ik vind je wel kut. Ziet je wat ik in de chat aan het doen ben? 5. Dat is niet juist. 4. 3. Oh nee, dat was meer dan een seconde. Welkom op de allereerste editie van Jetter? De Jamies, de Vlaamse Online Content Awards. Dit is een familieshow, dus ook de oudjes moeten kunnen meevolgen. Daarom ga ik sommige categorieën eventjes uitleggen. Oei. Beste explainer. Dit gaat naar degene die zo beste shit zo met verbale woorden en zo. Visuele iets kan uitleggen. Jamie, zo, verdomme. Snapte? Dan hebben we beste game streamer. Jij bent de beste gamer. Meer geurkaarsen in ons leven te brengen. Naar de foef van Gwyneth Paltrow. Ik dacht dat dit een stream voor kinderen was. Ja. Het riekt helemaal niet zoals een vagina. Kutkaars eigenlijk. Hè. Ik denk dat het tijd is om erin te vliegen. Ja! Waar is jij er? Is dat Pim? Ik ben eigenlijk vooral super content dat ik hier ben. Merci Sue, merci. Anders vind ik zij bekend omdat hij mensen hun lelijke gevels uitlacht. Begrijpelijk. Hate speech. Gevel speech. Hoog tijd om eraan te beginnen, hè? Het zal wel. Oh nee. Het is de Rude Sandstorm. Geef het aan Acid. Acid is de enige die het verdient. Als jurylid voor beste is een piemel. Het is een piemelkaart. Laura is deel van een geweldig DJ-duo op Laura heeft een vlog die matig populair is. Heel matig. Hey Laura. Hallo. Het is een piemel. Ja, welkom. Hey. Wat? Want we zijn zo hashtag relatable met de jeugd. Wat de fuck is dit? Dat is niet grappig. Ik zat daar net al vast met mijn ballen tussen de zetels, maar kijk. Om mij awkward om naar te kijken. Hey Niels, kom kijken. Ze is nog geen kwartier bezig en ze hebben al piemels op scherm. Van haar poten. Waarom doen ze dit opnieuw? Ja, Timmy! Timmy! Je kan onder met die moet beter. Yes. Ja, maar, ga abonneren op Laura. Laura Bogaert. Is dat de piemel? Ja, zij is de piemel. Oké. Okay. Zij is jury voor vlog. Ze heeft zelf een vlog met 1000 kijkers. Ik ben benieuwd naar de kostuums van de andere juryleden. Ik zit er een echt ongeïnteresseerd op zijn gsm. Wil je zelf zijn? Zou je niet. De beste vlogger van 2020 is... Acid! Yay! En Michiel zijn hier niet. Celine en Michiel zijn er niet. Ze hebben niet zijn webcam aan. Het is nog maar net gelukt om mijn webcam goed in te stellen. Mama, nee. Heb je nog wat woorden voor je fans? Je fans? Als je zin hebt om jezelf volledig belachelijk te maken op internet. Net zoals ik. Ja, het werkt voor Eminem. Het zijn allemaal chills, het zijn allemaal mainstream klootzakjes. Ook die fruit, fruit. Jetter. Ik heb reacties. Jetter zegt... Hey Sander, zeg eens poggers. Bij deze, is dat gebeurd? Wat moest hij zeggen? Poggers. Poggers. Ja, oké. Jetter van Comedy Award. Jetter, die overduidelijk muziek maakt, staat in comedy. Oh nee, John Milabai 2, nee. Karim
François, ook wel de Pocahontas van Dilbeek genoemd. Dit meisje gaat u zeggen wat grappig is. Ze weten zelf niet wat dat grappig is. Jetter is muziek. Dat was de grootste mop. Wie zal het zeggen? Wij zijn vooral blij dat ze hier is voor de categorie Beste Comedy. Ik wil de categorie Beste Tetten. Voor de mensen thuis die dat niet weten, jij zet op de griet van de draadjes. Ik wil naar wat heb ik gezien? De kippen staan aan de draad. En snel komt er door. Ah ja, dat ga je ook kunnen zien. Misschien, ik heb vooral gelet op, is het grappig? Heb ik hiermee moeten lachen? Het moet het grappig vinden, maar Jette met muziek. En nu weer hetzelfde intro-stukje waar we Jamila Baidoo haar kop moeten zien. Ze moeten een show vullen, of wat? Proficiat allemaal. Yes. Het werd dat jullie hier kunnen zeggen dat heel veel mensen jullie... Poggers. Yes, average wrong. Poggers. Jamila Baidoo en memes van stad blijven over. Oh, nee. Niemand van uw generatie heeft die graag. Fuck Jamila. Average op is beter. Ik hoop dat Jamila wint. Ik heb geen piemelpak aan. Het is een greenscreen. Je kunt er een piemel van maken. Ja. Ik zeg het maar. Het zijn opties. De winnaar van de beste comedy van 2020 is... Jette. Als het letterlijk Jamila is, dan ga ik gewoon weg. Hey. Ach, dank u. Dank u. Dat is niet als een eigen photoshopt. Ik vond het wel goed. Ja, roepen. Laat je emoties zien met je gedrag. Nice. We kunnen je niet horen. Hij is duidelijk heel blij. Het beeld spreekt duizend woorden. Ja. Het loopt daar net zo goed als wanneer dat wij streamen. We streamen niet. Dat is de reden waarom we niet streamen. Tijd voor de volgende categorie. Allee, volgend jaar zitten wij ook in de Jamies, hè, jongens. Ja, dat is plan. Of juist niet, als ze deze video zullen zien. Beste de trollenforum. Hoe lang ben je eigenlijk als lifestyle blogger en vlogger? Hoe lang ben je? Wat is dat voor een zin? Dat is campies. Lifestyle is natuurlijk zo'n vaag woord. Ik ken niemand van deze mensen. Ik ken de bokkie van dat er in de krant stond dat hij meedeed aan de James. De mens, maar... James. Een applausje en een proficiat vragen. ASMR-channels, waarom hoort dat bij lifestyle? Het enige wat je doet is schuurpapier in elkaar wrijven op je micro. Mijn gok gaat naar Vex, Joppe DC en Pixie. Joppe, dat is die die in de zevende dag kwam om te zeggen ik ben geen man en ik ben geen vrouw. Zo zei hij dat. Het is wel redelijk haatdragend, hè. Haten. Vex is wat? Vex is Celine en fucking Michiel. Wat? Vex is semi. Vex is semi. Stel van 2020 gaat naar... Nee, Vex is toch niet dingen. Ja, Vex is dan nu. Pocky. Wat zie je? Wat gebeurt daar met een ding? Hallo, ik ben de huisarts van Jonas. Beetje nijdig. Totaal onverantwoord om die jongen de categorie beste lifestyle te... Ah, hij wist het al op voorhand. Als ik naar zijn bloedresultaten kijk... Drinken, zuipen. Leverwaarde van iemand van 70 en al drie keer chlamydia gehad. Dit is voor kinderen, hè. Ja. Al drie keer chlamydia gehad. Dankjewel ook aan alle andere genomineerden om genomineerd te zijn. Aan iedereen die niet genomineerd is, proficiat. Ik ga een paar vragen aan Sander stellen. Van waar komt de naam de Jamies? Van James Ensorge? Zie dit wel? Zie dit? Dat knijk had. Ik heb mijn research gedaan, ze. Ik wist dat ook. Ik heb ook mijn research gedaan, hoor. Ongetwijfeld. Jij bent de beste van de kaart. Ik ga springen van een bug. Paniek in de tent. Wat is dit? Dit is de tettencategorie. Ja? Waarom is Semi muzikant? Semi zit in de muziekcategorie en Jetter niet. En Jetter niet. Enkel in de Jamies. Merci om in te bellen. In te bellen, dat is gewoon een Skype, zit. Het is weer fucked. Celine en Michiel. Er staat er door een en twee keer in op. Celine en Michiel, Dance Studio Sarah en Chucky Beats zijn overgebleven. Hey, Semi. Ze staan er Chucky Beats. Hey. Ik weet waarom dat Sim en Michiel niet komen. Ze hebben niets gewonnen, dus daarom komen ze niet. Ja, inderdaad. Heb je iets te zeggen? Ze gaan voor jullie dromen. Ja, dat betekent niet. Dat is waar. Ga voor jullie dromen. Ik droom echt fucking rare dingen. Ik ga nu voor jullie dromen. Ga voor jullie dromen. En jij, Alex, gaat er laatst gedroomd dat je vooral haar benen aan het opeten waard. Ga ervoor. Nee, dat was Jeroen Meus. Jeroen Meus en benen aan het opeten. Ja. Got him. Nu is hem stil, hè.
Jamie! Waarom zit ik daar niet in? Mijn TikTok is ook overleg. Volgend jaar. Dat is nog niet bevestigd. Weet je wel hoe belangrijk TikTok is voor de jeugd? Dat is een journalist van de morgen. In 2020 ontzettend hard gegaan. Denk ik. De beste fictie, dat gaat de beste categorie zijn. Je zult wel zien. Kan ik zien of dat mijn flesje portal koud staat? Ook weer een dikke proficiat aan alle genomineerden. Ja, wel fijn dat jullie erbij zijn. Maar we gaan ook iedereen behalve? Club Brugge is er niet. Semi, Club Brugge. Jonathan Medaar. Top 3. De theorie is correct. Semi komt gewoon niet omdat ze geen prijzen winnen. We zijn alle drie heel veel talent. Ja, minstens 10 seconden talent. 10 seconden lang mopjes maken. Deze zijn ook heel grappig. En de winnaar zeker. En het grappige is, er zit geen enkele vrouw tussen. Bewijs dat vrouwen niet grappig zijn. Dat heb jij geweest. Jonathan Medaar. Jonathan Medaar. Semi. Oeh, hij kan het niet geloven. Oei. Wat een pak op de Jonathan, wij kunnen jou niet. Oei, helaas. Een emotie om te tonen? Yeah! Is categorie 7? 6. Oh, fuck. Het is tijd voor de volgende categorie. Dit is de categorie waar de preek eigenlijk zou moeten inzitten. Tja. Hé, hey, Henk. Dan moeten we voor Henk. Ja. P is wel een echte YouTuber. Hè. En een echte explainer. Sam is de man van de explainers. Hey. P is journalist van de morgen. Maar iemand is journalist van de morgen. Zijn we niet allemaal een beetje journalist van de morgen? Is iets toegankelijk? Is iets duidelijk? Henk Rijkaard. Nee, hij is niet van. Hallo, Henk. Dit is de top. Waarschijnlijk zwijgen is geen optie. Nee. Zwijgen is geen optie. Jong, oud, welkom. Maar dat is toch een van de. Allee, dat is VRT. Ja, dat is VRT. Allee. Dat is in Nederland, hè? Ja, een beetje freaky. Volgens mij is dat ook VRT. Zwijgen is geen optie. Fakda van Vlog. Fakda is echt weinig populair, hè. De preek haalt meer views. Ja, maar dat zijn de verkeerde views, hè. Ah, ja. Hij zegt maatschappelijk relevant. De preek is relevant. Het is niet zo belangrijk wie de prijzen krijgt, maar wie de prijzen geeft. En dit is basically de mainstream media die prijsjes aan het geven is. Nee, lijkt dat ze dat doen met de politiek. Postjes fixen, wel hier zijn ze prijsjes aan het fixen. Yes! Is dat verkeerd? Ja, maar dat trekt op niets. Het is letterlijk gewoon verwisselen van plek. Hey, dat is toch niet zo moeilijk? Wij kunnen dat iets sneller. We kunnen eventjes naar Flo. Blijkbaar is het nu gelukt om de video online te... Hey! Gebeurt dat? Wat een shit, like mijn video's, blijven maken. Ja, maar je video's zeker. Alright. Merci, Flo. Jasper de Klerk en Noortje Valmers zijn het duo achter Vlaamsevracht.be. Zoeken dus... En beste Instagram is zo... Ja, wat is beste YouTube? Beste op YouTube. Dat kunnen we goed. Beste kunnen we. Yay, beste. Originaliteit. Humor ook wel. Of humor zeker. Creativiteit. Heb je geen Instagram? Ja, er is een Instagram, maar ik zou niet zeggen dat dat de beste is. Zit er het minst op, dus dat is het beste. Het gaat om de simpliciteit van het niet posten. Dat maakt het belangrijk. Spreken wanneer je iets te zeggen hebt. Instagram is een super moeilijk medium, vind ik. De reels en de stories en de feed. Er zijn precies twee gamer girls bij. I'm already Tracer. Hakim Chatar en Jens en Laure. Kom aan, Jens. Waarom zijn ze zo goed? Ik wil gewoon echt bekende mensen. En ik kan ook wel zeggen, ik weet niet... Heeft de Ace nu gewonnen van Semi? Ja. Rappapapapam. Hier gaan we. Pakkes. De winnaar van de beste Ace 2020 is... Jens. Hakim Chatar. Proficiat, proficiat. Maar hij is er niet. Maar hij heeft wel een heel leuk filmpje voor ons gemaakt. Dat zou op zijn minst verwachten. Allemaal, ze hebben een ding nog gekregen of wat? Ja. Ja. Graag wil ik jou bedanken. Mij? Dank jullie wel, allemaal. Samen gaan we ervoor. Dankjewel. Dat was grappig. Dat schijnt. Beste congeneer. We gaan eventjes kijken naar Sander of er nog reacties zijn. Absoluut. Niels zegt nog, beste tequila bier is de Mexicanos van de Aldi. Waarom deze ze niets van mij? Eline van Hooydonk is ons jurylid voor online fictie. 1000, een dildo-meisje. Wat meisje? Een dildo-meisje. Ze heeft een video gemaakt over een vibrator. Dankjewel, Jussou.
En hier mag zijn beste fictie geven. Allemaal shows van de VRT over de WDM. Of een SWS. Maar dat is echt een onmogelijke vraag. Dildo, meisje. Dildo, meisje. Like me. Ik ga dat toegeven. Ze heeft stiekem genoten. Baby Yoda van The Undoing. Dat is Minical Kidman en Hugh Grant. Dildo, meisje gaat beste fictie zeggen. En ze vergelijken direct met Hugh Grant en Nicole Kidman. Of een combinatie van de twee. Heel deze categorie zijn mainstream media. Ook weer een dikke merci voor al jullie werk. En alle andere zeer mooie kleuren. We appreciëren het kleurenpalet. Het is een kunstwerk, hè? Ja, hè? Oh. Schaam mij in een plaats. Onze streaming is niet top en top, maar... Een generale repetitie. Veel grappiger, wel. Daarom dat ze zo weinig gebeuren, omdat we dat willen uitspreiden. We zetten ze ook niet online gewoon, hè? De Eurosong stream staat niet online. Omdat ze zijn weggehaald. Dat had er moeten bij zijn. Hebben we dat gedaan? We hebben dat gedaan, ja. Dat ja, ook niet. Bij, nee. De Elf Juni stream staat niet online. Dat had er maar moeten bij zijn. Toen heb jij darts gesmeten en daarmee de talentenjacht gewonnen. Maar jij waart er niet. Het was ik en Pim vooral. Ik, Pim en Kaars. Niks was er ook, ja. Super toffe reeks, omdat dat... Ik dat Pim dood is. Pim. Juist te vroeg te gaan. Hij had maar niet naar het kapitool moeten gaan. De beste fictie van 2020 gaat naar... What the fuck? Er is eindelijk iemand die zijn geluid kan aanzetten. Dus bedankt aan de geweldige crew en het mooie productieteam. Sputnik, Telenet, 5 SBS. TSBS. Dank jullie wel. Merci. Zo kunnen we een Jamie winnen als voor de mainstream media werkt. Makker Niels die vraagt wie kijkt nog tv? Ha, Makker Niels, hij is een Vlaamse YouTuber. Een vriend van Jetter. Heeft hij vrienden? Ja. Niels met een zet. Ja, sure. Want ik ben Niels. We hebben alle gewone categorieën doorlopen, maar het is nog niet gedaan. De volgende prijs is de publieksprijs. En nu komt onze prijs, mannen. Ja, toch. Nee, ik dacht dat konden wij niet winnen. Zeg, ja, beste content creator van het jaar, dat is volledig gekozen door het publiek. Ja, inderdaad. Lockdown, het jaar van de lockdown. CMI, CMI, CMI. Nummer 3 hebben we supercontent. Oeh. Ja, omdat hem E-League heeft gemaakt of wat. En dan is dat nog een keer op HLN gekomen. De SBS zit daarachter. Dat is WT4. Kan goed zijn. Dus. Ja, ter. Ja, ter. Nummer 2 hebben we Jonathan Midaar. Ja, ter. Ja, ter. Heeft hij nog maar één filmpje of zo? Ja. Pak een keer wat meer filmpje. Oh. Was serieus wat van die beste content, hij heeft maar E-League gemaakt. Nummer 1 heb ik, laat ik het woord. Kom aan, zeg. Ja, ter. Ja, ter. Ja, ter. Benjamin Dalle is deze week een filmpje gaan opnemen met de winnaar van de publieksprijs. Sowieso juiter. Semi. Is het? Is het? Is het? Best, want hij krijgt nogal veel aandacht. Het zou raar zijn, moesten ze het niet aan Acid geven. Hè? Acid? Ja, maar ik zeg het, laat maar het filmpje zien. Hey iedereen, ik ben Benjamin Dalle, ik ben de team van Influent. Nu komt eigenlijk toch wel de belangrijkste. De publieksprijs. Meer dan 22.000 stemmen zijn uitgebracht. 22.000 maar. En het is een heel bijzonder Acid. Acid heeft 2 prijzen gewonnen. Ja. Nice. Hij is de underdog, hè. Heeft ook veel trouwe kijkers, hè. Ook bedankt aan mijn mama. Dat is echt mooi. Ik vind zijn moeder mooi. Vindt ze thuis best zeker. Dat heb jij gezegd. Proficiat aan Acid. Yes, komen aan het einde van onze show. Het einde. Je ziet echt zo de mannen volledig voor Acid, de vrouwen volledig voor Semi. Excuseer. Ja, oké, jij zat ook voor Semi. Volgend jaar doen we het gewoon opnieuw, maar dan met jullie in de zaal. Volgend jaar doen we het echt in YouTube's. Gasten gaan we volgend jaar in publiek zetten en dan gaan we de hele tijd roepen. Een bordje Alix op TikTok. Alix Stam op TikTok. En zet de snelle plangas op. Alix gaat de default dansen. Mijn broek dicht doen en ik ga die default dansen. Nu begint het feestje, hè. Hé, nu is gelijk Alix aan het dansen. De kamer is wel mooier. Alix kan beter dansen. Hoeveel betaal ze voor die jongen? Voor Alix? Niet zoveel. Ze. Ik zal hier ook geen rode frank geven. Waarom de fuck is Pim daar aan het dansen? Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon Pim, hè. Waarom? Oh, sorry, je kan niet komen. Dan zien we waarom. Ik denk dat ik het hier ga disliken. Ik ga het liken, zeg. Ik vond het leuk. Voor het aan mijn hart. Alex, echt waar.
elektriciteit, dat je ergens naar een gay dansje kunt gaan. De Adonis. Kunnen we Jetter niet interviewen of zo? Moeten we Jetter er nog bij gaan halen? Het is een winnaar. Nee, wacht, het is geen winnaar. Ja, voor ons wel. Nou. Ja, voor ons wel. We gaan hem de beste comedy award geven. We zijn 2021, het is weer tijd voor de Oscars, hè? Binnenkort. Maar eigenlijk is dat Niels' show, hè? Ja, bij de Oscars, maar pak ze aan doen. Allee, Niels, ga jij niet dansen? No man, 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 no man,
heel mooi. Oké, ik pijs dat we gaan afronden, want mijn hoesting is zo weg. Wil jij zo nog zeggen? Bedankt voor het kijken naar de Jamies. Ik wil graag iedereen bedanken voor het kijken naar de Jamies. 50% van iedereen die gewonnen heeft, kende ik niet. De andere helft, die niet gewonnen heeft, die ik wel kende, had ze sowieso moeten winnen. Jetter vooral. Jetter had sowieso de muziekprijs moeten winnen. Want de rest wordt op de zak. Jamila Baidoo, top 3 comedy. Ik dacht het niet. En voor de rest, tot het volgende avontuur, gasten. If you don't go.